Vorige week vrijdag hadden we hulp van de zoon van de aannemer, Thomas. Dus daarmee hebben we het dak van dakpannen voorzien. En nu hebben we hulp van een nieuwe aanwinst. Iemand die een paar weken stage komt lopen. Dat is Job. Dus hiermee worden ook weer meters gemaakt. Zo, het is weer maandag en de klus gaat weer gestaag verder. De eerste dakplaten zitten er alweer op. Kijk, we werken langzaamaan vanuit die hoek. Zo, deze kant op. Omdat het weer nou niet per se eruit ziet alsof het een hele week droog gaat zijn, laten we het cel zitten op plekken waar we nog niet gaan komen. Nou, dat gaan jullie zien. Hopelijk aan het eind van de week de boel weer dicht. We hebben weer een mooi geïsoleerd dak, want de meeste warmte verlies je door het dak. Dus dat dit geïsoleerd is, dat gaat wel wat soda aan de dijk zetten. Het is maandagmiddag, de eerste werkdag weer na de grote sloop. En hier zit de eerste dak er al weer op. Mooie afgewerkte platen. Deze eerste lange plaat. Die is overigens in twee delen, want die zijn verschrikkelijk zwaar. Dus we gaan er in twee delen op. Nou, hier is het tussenstuk voorbereid. En dat wordt nog geïsoleerd, zodat de dakdekker dit morgen dicht kan maken. Dan vroeg er nog iemand in het filmpje van vorige week, hoe hebben we de aansluiting gedaan met de buurvrouw? Nou, dat laat ik even zien. Kijk, de kopkant die hebben we gelijk gehouden met haar dakbeschot. Haar dak wordt eigenlijk de dikte van onze plaat hoger, of langer, moet je zeggen. En het puntje, dit is de punt van het dak, die lag eerst hier, waar nu de keurschuim zit. Die komt eigenlijk een stukje van het hier gezien naar rechts te liggen. Dus hij zit straks niet helemaal meer in het midden van het huis. Maar dat is de enige oplossing op het moment dat je aan één kant dus heel dik isoleert en aan de andere kant nog niet. Kijk, idealiter doe je natuurlijk beide kanten en dan kan je met twee dakplaten werken die afgeschuind zijn en dan hou je de naad altijd in het midden. Maar dat is helaas niet zo. Dus het puntje komt iets meer onze kant op en bij haar zal er een pannetje, denk ik, één rij extra neergelegd moeten worden om die toegenomen lengte van haar dak te kunnen afdekken. Dinsdagmiddag. Ik ben maar even aan het rommelen met de ventilatie hier. Dus hier een flink gat gemaakt in het plafond. Zo kunnen hier de resterende kanalen opgemaakt worden. Ik zou Gerion dat doekje even tussen de. Niet tussen de doen. Zo. Hey. Het lijkt wel een glasbak. Voor groen glas. Kijk zo. We'll be right back.
is begonnen. Het is vrijdag, einde dag. En de week is voorbij gevlogen. Er is echt veel gebeurd. En het dak zit er weer helemaal op. Nadat we vorige week natuurlijk het dak helemaal gesloopt hebben. Er is een begin gemaakt met de dakkapel. Het is allemaal geplakt. Dus dit dak was al geplakt. Maar het tussenstukje hier is ook geplakt inmiddels. Buiten is een mooie zink goot gemaakt. Mooie voortgang weer. En we gaan nu echt opbouwen, zo voelt het. Dus de dakpannen kunnen er denk ik volgende week ergens op. Volgende week komt de trap. Wat komt er volgende week nog meer? Nou, heel veel materialen zoals gipsplaten, hout, zodat we ook wanden kunnen gaan dichtzetten beneden. Dus het gaat nu echt langzaamaan richting een huis. Nou, ik zou zeggen, ik zie jullie allemaal weer maandagavond. Vind je dit soort video's nou leuk? Zoals ik altijd al vraag, dat duimpje omhoog als je dat zou willen doen. Dat helpt mij weer. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet bent. Als je dat belletje trouwens aanklikt op het moment dat je geabonneerd bent, dan krijg je dus een notificatie als ik iets upload. Dus dan hoef je dat niet meer te onthouden. Ik ga ook proberen Instagram iets meer te gebruiken. Dus dan kan je gedurende de week gewoon wat kortere updates krijgen. En deze filmpjes blijven natuurlijk elke maandag komen. Tot volgende week maar weer. Doei! Nou, zaterdagmiddag. Even een half dagje klussen. We hebben hier deze balken. Die zijn geschilderd. En die willen net zoals in de uitbouw kaal hebben. Ik ben hier al het begin gemaakt met het kaal maken van die balk. En dat doe ik met een bepaalde lakfrees. Zo'n ding. En er zitten wat mesjes aan de onderkant. En het is eigenlijk een soort schaaf. En die schaaft de verf eraf. Dus dat gaat veel sneller dan schuren. Dus ik ga zo'n begin maken en kijken hoe ver ik kom. Yo.